Goeiedag. Goeiedag. Hallo. Hey, welkom. Welkom bij p7.nl, het internetstation uit Arnhem. Wij doen ook interviews waarbij we het hebben over onderwerpen waar je het niet vaak over hebt, maar waar wel over gesproken mag worden. Vandaag in de serie Streetcafé en Friends hebben we voor de tweede keer Dick op bezoek. En het onderwerp voor vandaag is BDE. En dat wordt in de volksmond genoemd bijna doodservaring. Er is voor jou iets persoonlijks. Je hebt klopt. Persoonlijk gehad. Klopt. Ik zal het netjes vertellen. Ja. Ik was 4,5 jaar oud. Mm-hmm. Had ik heupdysplasie. Heupdysplasie houdt in dat je heupkom met je bot erin, dus niet zo groeit, maar zo groeit. Dus. Oh, er zit een beweging in. Dat bot kan de hele tijd heen en weer. Dus je kunt op een gegeven moment niet meer lopen. Word je aangeopereerd. Maar op een gegeven moment zie ik dus mijn eigen daar in de hoek van de operatiekamer. En achter mij een heel groot wit licht. Ik zie daar medisch personeel. Ik ben een stuk ouder, je kunt het nou beter verwoorden. Zie ik dus met een hard dingen bezig zijn. Nou, dat duurde een minuut of twee, drie, vier. Maar nog steeds het hele mooie witte licht achter me. Wat in feite wel aan me trok. Maar aan de andere kant, ja, je was zo klein. Je wou nog niet weg. Een verhaal, man. Maar, ik heb hem weer leren leven. Ja, dat blijkt. Maar Dick, als ik iets mag vragen. Natuurlijk. Wat was het gevoel wat je had toen je buiten je lichaam was? Gelukzaligheid. Gelukzaligheid. En ook een onbezorgdheid. Van, je had geen pijntjes meer waarschijnlijk. Je zult ook het gevoel hebben van, hey, ik hoef niet eens meer adem te halen. En, klopt. En dat moet op een bepaalde manier toch een heel fijn gevoel zijn geweest. Dat was het ook. Nou, dus dan wil ik ook nog even de vraag stellen van, waarom, wat is eigenlijk de punt geweest waarop jij beslist hebt om terug te komen? Is dat een keuze geweest van, ik wil verder? Of misschien het verdriet wat je andere mensen aan zou doen door weg te zwijgen? Ik denk als je als kind van 4, 5 daar nog niet echt een bewuste gedachte over hebt. Ik spreek zelf uit ervaring, want ik heb het zelf ook meegemaakt, ook ja. Ongeveer op diezelfde leeftijd. En ik heb toch duidelijk het gevoel gehad van, ja, maar ik bedoel, als ik nu ga, ah, dat doet mijn moeder zoveel verdriet aan. En de rest van de familie, dus er zijn ook zoveel mensen om voor terug te keren, weet je wel. En dan kun je wel zeggen van, dat heb je op die leeftijd niet. Maar op het moment dat je daar zweeft, vraag ik mij af, ben je dan nog 4 jaar oud? Nee. Oké. Want inderdaad, zoals jij het nou zegt, en je gaat alles weer een beetje terugdenken, ja, wat laat je achter? Inderdaad. Ja. Kijk, je ziet je hele korte kleine leventje, zie je ineens bijkomen. Ja. Vorige week speelde ik nog met die jongen. Ja, precies. Nee, klopt. Maar ja, daar denk je als, begin je als oude mens meer over na te denken. Nou, ik persoonlijk heb de ervaring van dat ik op dat moment ook, dat gewoon ook mijn eerste bewuste ervaring is geweest.
van waar ik eigenlijk mijn persoonlijkheid heb gevormd. En daarna ben je gaan leven. Ja. Ja, inderdaad. Oké. Nee, klopt. Kijk, want dat denk ik dat jij dan ook hebt. Jij bent niet bang voor de dood. Nee, want het is een bevrijdende ervaring uiteindelijk. Ja. Maar ik ben ja, meer niet bang voor het leven. Nee, dat klopt. Want daar heb ik voor gekozen. Ja. Bewust. Inderdaad. Ja. En dat kunnen niet veel mensen zeggen. Nee. Ik bedoel, als je die ervaring niet hebt, dan kun je niet zeggen dat je bewust gekozen hebt voor het leven. Kijk, het leven is ook waar je jezelf van wil maken. Ja. Kijk, wil je jezelf van maken? Ja, trouwens, nee. Heel makkelijk gezegd. Zorg dat je elke dag plezier hebt om te ademen. Ja, even een mooie opmerking. Want als je dat niet doet, Dan heb je een stukje van je leven verspild. Dan had je denk ik beter gelijk kunnen gaan. Ja. Ja. Nou ja, behalve dan voor die dagen dat je het wel doet. Maar als ik een dag maar niet, is dat toch een verspilde dag. Ja. Ja. Kijk hier. Het leven wordt je gegund. De eerste keer door een interactie van je ouders. Ja, of dat helemaal zo is, of dat ook betekent dat jij daar als persoon per se uit moet komen. Nee, dat is natuurlijk ja, gewoon je genetische opmaken. Dat heeft eigenlijk weinig te maken met wat er feitelijk dus gebeurt. Want als je hier zo ziet liggen daarboven, dan weet je dus dat er buiten het lichaam een bewustzijn is. Ja, maar dat is er ook. Ja. En daarom geloof ik niet in godsdienst. Ja, en toch is het dan bijvoorbeeld wel weer erg raar, want dan zou je bijvoorbeeld wel kunnen denken van, ja, maar als er dus iets is, een bewustzijn is, dat je daarmee ook weer in een ander lichaam zou kunnen treden. Reïncarnatie bijvoorbeeld. Ja. En reïncarnatie zien zonder een religie is misschien toch best wel moeilijk. Dat is een slimme opmerking. En netjes geformuleerd. Dan moet ik even over nadenken. En de vraag die wij hebben, er zijn meerdere. Eén is dan, dat heb jij dus meegemaakt toen je 4,5 was. Ja. En toen kwam je weer thuis. En waar kon je dat verhaal wat je had meegemaakt, kon je dat toen met iemand kwijt? Toen je zo klein was. Had je er überhaupt behoefte aan? Wil je er wel of niet over praten? Nee, ik kon er nergens kwijt. Wou je er dan praten? Nee. Wat deed het met jou? Maakte jou het eenzaam of juist dat je een geheim had waar je trots op was? Wat deed het met jou? Wat het met me deed? Hoe voelde dat voor jou? Je kon dus met niemand over praten. Je wou het ook niet, maar je hebt er dus helemaal niet over gesproken. Omdat je dus bewust geworden bent, dat er meerdere dingen zijn in het leven. Het maakt je zo toegankelijk voor andere mensen. Als we maar willen. Jij werd toegankelijker, voor andere mensen? Ja. En dat had je al, was het gelijk dat toen je 5 was, zeg maar, begon het toen al? Wanneer merkte je dat? Maar, ik begon het te merken toen ik 10 jaar of 9 was. Kijk, maar na die operatie lig je dus bijna 2 jaar, lig je in het gips. Ja? Ja, toen hadden ze geen andere methodes. Tegenwoordig schoppen ze je binnen 6 weken naar huis. Oh ja.
En die andere was dat, dat je had dus bij jouw bijna doodervaring, zag je dus op een afstand jezelf. Ja. Zag, je had, er was een afstand tussen jou en je lichaam, zeg maar. Klopt. En je werd dus ook een fysieke gesteldheid. Precies. Daar was iets mis mee. Kan jij dan zeggen dat dat gevoel voor jou gebleven is? Kan je dat opnieuw oproepen? Kan je eens dat doen? Dat jij in momenten, kan je ervoor kiezen, nou ga ik het even net zien als toen. Is het als het ware voor jou een hulpmiddel geworden? Die blik, weet je, die afstandelijkheid. Want dat is wel heel interessant natuurlijk, ja. Dat je afstand neemt tot een situatie. Ja. Dat kan ik zo binnen 3 minuten. Dan kwam Marco er nog in. Jij had een wit licht achter jou. Ja. Dat zag je dus niet echt, maar dat zat dus achter jou. Ja. En je wist dat het er was. Ja, want ik heb achterom gekeken. En dat was heel groot licht, klein licht. Voor mijn gevoel was ik er binnen 5 seconden. Nou zou het natuurlijk kunnen komen door te veel van de narcose. Maar ik was er binnen 5 seconden. Ik zie een heel mooi wit licht daar. Maar ik draai mijn eigen om. Ik kijk achter me. Hé, daar lig ik. Oh, is. Er is iets raars aan de hand. Dat heb je nog niet eerder meegemaakt. Had je nog niet eerder meegemaakt? Nee. Nou, dat kan niet, nee. En het frappante is, we hebben het er net over gehad, dat jij zag een wit licht. Ja, en ik heb het meer over een warmte en een gekleurde spiraal. Ja, maar zou het niet kunnen zijn dat jij het bewuster mee hebt gemaakt dan ik? Omdat jij gevallen bent. Omdat het een ongeluk was, een verkeersongeluk, en dat jij het eigenlijk onder narcose, dat bedoel je te zeggen? Ja. Dat zou kunnen, ja. Jij hebt nou een verkeersongeluk. Ja. Kan je daar wat meer over vertellen? Hoe ging dat? Hoe oud was je nou precies? Ik was 3 jaar oud. Ik stak een straat over die ik niet over mocht steken. Ik word aangereden door een brommer en knal keihard met mijn kop tegen de stoep. En voordat ik het weet, zweef ik boven mezelf. En voel die warmte en voel van, ik ga daar naartoe. Ja, en dus ook het bevrijdende gevoel wat je eigenlijk hebt van, oh man, ik heb helemaal nergens last meer van. Oh, ik hoef niet eens adem te halen, wow. Ja, ook de kleine pijntjes die je voelt, die voel je ook niet meer. Maar voor de rest ben je zo helder en zo wakker als maar kan. Nee, klopt. Ja. Maar goed, nou mag ik jullie weer hebben. Ik probeer me het voor te stellen, wat het ademen nemen. Voor ademen, pas op ademen nemen, denk ik. Nou, het is zeker een levensveranderende ervaring. Die staat heel anders in het leven. Ja, vanaf dat moment is het leven anders. Ja. Nou, want het is aan de ene kant veel minder belangrijk geworden. Het leven, ja. En aan de andere kant toch veel belangrijker om er iets moois van te maken. En om er iets moois van te maken heb je toch andere mensen nodig. Zeker. Ja. Dat kun je zeker niet in je eitje. Want ik bedoel, anders had je inderdaad gewoon net zo goed daar naartoe kunnen gaan. Inderdaad. Ja, misschien nog wel beter. Ja, ik weet het niet. Ze hebben hem teruggehaald, hè? Nou ja, nee, ik denk, je kunt het ook anders zeggen, want ik ben er toch van mening dat je die keuze gewoon zelf in je hand hebt. Je had op dat moment zelf kunnen kiezen
van, nee jongens, doe de hoed. Ja, dus? Nou, dus, hij zegt ze hebben me teruggehaald. Uh-huh. Of heeft hij zichzelf teruggehaald? Dat is dus de vraag eigenlijk, de hamvraag. Van, is dat een keuze die hij zelf gemaakt heeft? Of is dat omdat er hulpverleners om hem heen stonden die hem gereanimeerd hebben? Ja. Ja, mooie, hele interessante vraag. Ik zit erover na te denken. En ik kan maar één antwoord geven. Ja, dat ben ik zelf. Die de keuze maakte. Ja. Oké, okay, nee, dat is duidelijk dan. Want en jij zo dan? Denk ik er namelijk ook over, want die keuze maak je zelf. En dat betekent dus ook van als je weer een keertje in zo'n situatie komt, dan heb je die keuze weer. Ja. En dan wil ik niet zeggen dat je dat eeuwig kunt volhouden en dat je daarmee het eeuwige leven hebt. Ik denk op een gegeven moment dat je echt wel een keer gaat. Ja, natuurlijk. En, maar je weet ook dat het dan je eigen keuze is. Penny. Wat hebben de begrippen God en religie met elkaar te maken, volgens jou? Heel makkelijk gezegd, als je in God gelooft, geloof je in een bepaalde religie. Het kan katholiek zijn, het kan protestant zijn, et cetera. Religie vind ik meer omvattend. Religie meer omvattend dan... Alleen God. Alleen God. En religie is dan meer om... Waarom is religie dan meer omvattend dan God? Omdat er religie is waar je in gelooft. Ik durf het bijna niet te vragen, maar maak deze even opnieuw. Want ik moet even een vraag stellen. Ik laat hem nog even lopen. Ja? Is religie niet... Het totaal van de rituelen, de spelletjes, de hiërarchie van het geloof. Dus het is eigenlijk niet het, gewoon het instituut, weet je wel. Waardoor mensen die zeggen van ik ben de hoge priester, daardoor heel veel geld verdienen. En hallo. Daar heb ik een hele makkelijke hoop. Ja. Geloof is wat jij doet in je hoofd. Ja, vind ik ook. Maar dat is wat anders dan religie. Religie is, ik ben protestant, dus ik heb bepaalde standpunten. Bijvoorbeeld vrouwen mogen geen broek dragen. Dat soort idiote dingen, weet je wel. Van, ja, wacht even. Ja. Daar heb ik dus weer het antwoord op. Mm-hmm. Het is wat jij gelooft. Ja. Oké. Okay. Dus religie is nou in beeld gebracht. En wat is God dan? Als er verschil is tussen religie en God. Weet je wel, wat is God dan? Ik zeg, heel netjes. God bestaat niet. Uh-huh. Mag je van mij zeggen? Geen één in de Koran. Uh-huh. Elke beschreven God uh-huh. bestaat niet. Oké. Okay. En die beschreven God, die vind ik dan weer terug aan die religiekant. Want dat is wat die religieuzen doen. Die gaan een beschrijving geven van... Volgens ons ziet hij er zo uit. En als je dat dan aanspreekt, dan word je lid. Ja. En wat ik er dan uit begrepen heb, is dat jij hebt dus een heel strak oordeel over religie eigenlijk.
Ja. Bij jou kan er echt helemaal geen spijker tussen. En dat komt volgens mij dan door wat jij dus ervaren hebt. Ja, één. En kan je nou uitleggen aan de mensen hoe nou die ervaring voor jou tot dat onverbiddelijke oordeel over religie en al die dingen, hoe je daartoe kwam? Waarom was het voor jou toen zo duidelijk? Nou, ik heb altijd gezegd, als ik een mensenleven moet gaan nemen, om mijn idee, hetzij te promoten, et cetera, dan kan het al een religie worden. Als je een mensenleven moet gaan nemen, zeg je? Ja. Om iets te bereiken, dat je een ander kwaad aandoet, ja. Om jezelf verder te helpen. Ja. Als je die stap, daar heb je het nu over die stap. Dat is religie, hoor. Of dan heb je al een religie. Dan heb je een religie. Als er meerdere mensen met jou instemmen, heb je een religie. Dus dan zie jij dus een religie als eigenlijk een met z'n allen samen kwaad doen. Andere mensen levens afnemen. Ja. Strak standpunt. We moeten gaan afronden. Ja. En de laatste vraag, jullie allebei eigenlijk. Ben je nou achteraf blij dat je het hebt meegemaakt? Ja, ik wel. Nou, ik durf een volmondig ja zeggen, want... Ik denk dat ik een volwassene persoon van geworden ben. Ja. Dan ik zou moeten zijn op mijn leeftijd. En misschien wel dat je ooit anders had kunnen worden. Als je dat niet had meegemaakt, dan, ja, dan zou je een stuk, wat ik dan zeg, bewustzijn gemist hebben. Klopt. Ja. En daar zeg ik proost op. En ik ook. Ja, man, ik doe mee. Bedankt aan Marco, de cameraman. En Wim, de andere cameraman. En Dick natuurlijk. En Jan. Ik vond het super. Graag gedaan, Perry. Dat is super goed.